Oh, wacht even. Dat is mijn moeder met eten. Onze moeder zet eten buiten onze kamer. Pakt eten, loopt terug. Ik eet op. En dan ga ik weer gamen. Ik speel een racespel. Ik heb 30 vrienden. You've got mail. Ze zijn online. Ik zit in een grote vrouw. 500 kilometer per uur. Maar niemand kan slapen. Ik ben de beste. Maar als ik verlies, verlies ik al mijn punten. En dan rijd ik mezelf tegen de muur. Dan breek ik alles in elkaar. De deuren zijn gesloten.
Niet staan door mijn hier. De sleutel is verloren en donker zijn zijn gebellen. Wow! Jij hebt een echt mooi gedicht. Dankjewel voor je reactie, maar het is niets bijzonders. Ik wou dat ik zo beschrijven. Dankjewel, maar het is echt niets bijzonders. Iedereen kan dat. Ik vind het wel. Je schrijft wat je denkt en dan dat anderen het mooi vinden. Ik vind het zelf niet eens mooi, ik haat mezelf. Waarom? Laat maar. Kan ik je helpen? Ik wil wel vinden met je woorden als je me leert schrijven. Dat kan je niet leren. Alles kan je leren, zeggen mijn ouders. Je moet alles kunnen van mijn ouders. Hoeveel gedichten heb je geschreven? Te veel. Ik ben populair op deze website zo te zien. Ja, op een website, ja. Ik leef op een website. Ik leef nergens eigenlijk. Soms wil ik eruit. Waaruit? Mijn kamer uit. Oh. Ik heb eigenlijk helemaal geen reden om hier te zitten. Oh. Ik had alles. Vrienden, ik ging op school, ik had normaal, ik begreep wat ik wilde. Het was perfect. Eigenlijk was alles perfect. Ik was perfect, maar ik hield het niet vol. Hier op deze kamer blijf ik maar malen. Ik blijf netjes en keurig, maar ik ben bang dat ik andere mensen teleurstel. Eigenlijk wil ik asociaal zijn. Waarom kan ik dat niet? Als je dat wil, moet je het gewoon doen. Ze zijn de stoep aan het vernieuwen. Ik struikel, breek mijn dek. Dood, zomaar dood. Als ik mijn kamer uitga, dan weet ik zeker, dan ben ik dood. Ik heb een afspraak gemaakt. Zondagmiddag, in het park. Met Arthur 231 lekker. Ik heb een paar berichten over de weer gestuurd. Geschiedenis. Ja. Hi. Hoi, ziet er leuk uit. Ik, dank je. Jij ook. Hi. Hoe oud ben je? Ik, nee. Is dat wel? Nee, ik schreef. Jij ook. Hoe oud ben je? Hi, 32. Is dat niet een beetje oud? Natuurlijk is dat oud, maar je moet wat? 32 is een leuke leeftijd. Zullen we het jou afspreken? Hij. Is goed. Zondagmiddag in het theehuisje in het park? Ik. Is goed. Dan zie ik je daar. Ik denk dat hij op seks uit is. Ik ga niet toch niet. You've got mail. Stinken. Dat
plakken. We zijn al jaren niet onder de douche geweest. Ik heb al 16 maanden dit t-shirt aan. We zijn met 2 miljoen. We zitten ongeveer 3,1 jaar in onze kamer. En dan doen we onze deur weer open. En gaan naar buiten. De wereld in. De wereld waar we altijd zo bang voor waren. Niemand weet waarom. Maar dan gaan we gewoon weer door met leven. Put your hands up in the air, 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 put your hands up in the